Welkom bij Dynamite Magic Shop. Podding Update, nummer 65. Geen rode mat vandaag, kale boel. Waarom is dat? Omdat we hier bezig zijn met... Een knoeibroel. Water. En dat we even bang waren om onze... Oh, dat was mijn bril meteen ook, met druppels. Om... beetje poetsen. Ja, is mijn papiertje meteen nat. Nou, goed begin. Wat we dus hebben hier is één glas water. En voor het idee ook... Ja, ik zal niet alles uitschrijven, dan hebben we geen water meer. Je kan het water in deze glas laten zweven. Hoe gaat dat in zijn werk? Dat zal ik laten zien. Je neemt dat stukje papier. Dat stukje papier leg je op het glaasje op deze manier. Zo, op de rand van het glaasje. Zo. Weet je wat? We draaien het gewoon helemaal om. Dat kunnen we ook doen zo. Hop. Tadaa. Wonderbaarlijk. Leon. René. Haal voorzichtig het papiertje weg. Hoe dan? Is dat raar, niet? Ik bedoel... Hans klokgeluiden. En het mooie is, je kunt daarna alles er gewoon uitschenken. Nou, deze verkopen we al jaren, laat ik dat erbij zeggen. Dit is het 3-in-1 Anti-Gravity Production Glass. Goedemorgen. We kunnen maar meteen uitvallen met een lange titel. Dit was het... Production glass, zoals ze het noemen. Mm-hmm. Anti-gravity glass, ook wel genoemd hydrostatic glass. Verkopen we trouwens ook los hydrostatic glass. Dan heb je een recht glaasje waar je alleen dit mee kunt. Maar je hebt hier ook, en ik ga je toch lezen hoe dat werkt, dat is wel handig om te weten. Je kan ook hier een production glass van maken. Ik weet even niet hoeveel water erin moet. Ik zou sowieso gekleurde vloeistof gebruiken. Maar dan krijg je een extra gimmick krijg je dan. Ja, ik ga even testen. En dit is een gimmick. Een gimmick is trouwens een ander woord voor een geheim ding. Veel mensen vragen, ja, jullie praten altijd over gimmick, maar wat is gimmick? Nou, gimmick is een geheim ding wat je gebruikt om iets te laten slagen. Nou, als je dit hier indrukt, ja, er mag iets meer in. Je hebt gelijk. Ja, ik ben bang dat ik alles ga. Dan gaan we veel te veel natuurlijk, ja. Dus ook experimenteren on the fly, zeg maar. Kijk, dan druk je vast, zo. Stel voor dat dit gekleurde vloeistof is, dan heb je nu vloeistof in een glaasje. Dit glaasje kun je ondersteboven bijvoorbeeld in een klem in je jas hangen. Je kunt dan doeken leeg laten zien, allerlei dingetjes leeg laten zien. En met dat je doeken leeg laat zien, steel je uit je jas, steel je het glaasje onder de doek. Onder de doek draait omhoog, trek de doek weg en je hebt een glaasje. Proost, vol met limonade. Niet met water nogmaals, maar met limonade. Dat kun je toch doen. Ja. Even je slokje daar beneden. Allee, dat geen zin heeft, want het is gewoon helemaal hol. Dus hier zit de vloeistof gevangen eigenlijk. Maar je kunt het wel ideaal schoonmaken. Je maakt hem open na de show. Ideaal. Waarom heet het dan 3-in-1? Omdat je drie dingen krijgt. Het glas, deze gimmick en de geheime gimmick om het water te laten zweven. Dus, Dat is misschien nog een leuk ding wat je ermee kan doen. Oh, jij vertel. Je laat een doekje verdwijnen. Ja. En dan haal je het uit de vloeistof droog. Dat zou ook nog kunnen. Ja, dat kan. Ja, ik weet niet of je het moet doen, maar... Het zou kunnen inderdaad. Dat je, maar dan moet je mensen die niet opletten, wijn erin of zoiets. Rondom, en dan een doekje middenin stoppen. Of wat bedoel je? Een doekje laat je eerst verdwijnen. Ja, oké, maar wat staat er op tafel? Met een gimmick. Maar dan... wat staat er op tafel dan? Dit. Ja, maar met wat erin? Met wijn? Ja, of kleur, vloeistof of wat dan ook. Ik denk, als er water in zit, dan zit er een rood doekje binnen. Dan snap je dat je ziet zitten. Ja, maar je hebt toch... Ja, maar als er water in zit, dan zie je gewoon wat binnenin zit. Snap je? Ja, maar als je donkere vloeistof hebt. Juist, als je donkere vloeistof hebt, je zou het inderdaad zo neerzetten. Dan zou je inderdaad het doekje laten wijnen, doe je een keer hop, weet je wel. Goed, dat is een goed idee. Dat is een goed idee. Ja, we verzinnen hier ter plekke. Het 3-in-1 Production Anti-Gravity Toestand Glas kost €12,50. En ontvang je compleet met Nederlandse instructies. Er staat niet op hoe je dat met het doekje doet uit het glas. Maar dat heeft Leon al verteld. Nou ja, daar hebben we over gediscussieerd bijna, zou ik zeggen. Het is leuk als we niet alles afspreken. We dachten, we pakken wat oude dingetjes erbij. Want we hebben heel veel nieuwe dingen. Maar de laatste twee weken is het hier een beetje chaotisch. En is geen... laat ik zo zeggen, we zijn op Dutch Festival of Magic geweest. Nou, dat kost ook wat voorbereiding. En in die tijd zijn ook veel nieuwe dingen binnengekomen. Maar we hebben nu gewoon niet de tijd gekregen om uitgebreid de dingen te oefenen. We weten wel hoe ze werken. Maar die bewaren we even voor volgende updates. Dan krijg je hele gave nieuwe dingen te zien.
Ja, we maken dit even. We maken even, ruimen dit eventjes weg zo. Zo, wacht even die. Beetje, zo. Beetje, wacht, hoor, stop, wacht, een beetje, beetje. Zo. Ja, ik vind het goed. Kom maar heel goed. Even checken met de camera. Helemaal goed. En we hebben een nieuwe mat. Dus dat was de eerste truc. Heb jij ook iets? Ja, dat is geen truc, dat is een kaartspel. Maar daar vind ik niks aan. Ja, toch maar. Ik heb hier een kaartspel. Ik weet even niet meer hoe ze heten. Het Revolution Deck. Ja, die ja. Dat zijn hele mooie kaarten, vind ik. Ja, super strak, man. Ja. Oh, ik zal ze even spreiden. Ik zal de plaatjes er even uithalen, want dan willen ze altijd even... Ja, maar deze vind ik ook mooi. Kijk. Even zien zo. Het is wel super, deze ook super symmetrisch allemaal. Hè? Het is niet zoals dat versprengt. Het is echt allemaal... Ik heb steeds natte vingers. Ik vind de achterkant ook wel high. Maar ik dacht, ik haal de plaatjes er een beetje uit, want die willen ze toch altijd even zien. Ja. Zo, zo, zo. Maak er gewoon eventjes een feestje van. Ja, dus mooi. Dat zijn de plaatjes, zo, zeg maar. Blosjes op de wangen. Leuk hoor. Ik vind ze zeer modern. En deze die hoor je er gewoon overheen. Ja. Dan hebben ze alles wel een beetje gezien. Ik vind ze ruig. Ja, maar ik had best veel meegenomen naar Dutch Festival of Magic afgelopen weekend. Allemaal op. Maar sowieso hebben we heel veel kaarten verkocht daar, maar deze waren echt allemaal op. Maar ook het doosje als je bekijkt, een beetje uit folie aan. Ik weet niet of je het kunt zien op de camera. Maar dat is echt heel stoer. Ja, 3D zeg maar zo, en bos. Echt zo dat mooie logo erin ziet. Dus echt wel een heel mooi spel. En strak, niet verdacht ook als je het mee zou goochelen. Zeggen mensen, oké, mooi spel kaarten en niet, dat zijn wel rare kaarten. Er zitten verder ook geen speciale kaarten bij nog zo, hè? Nee. Niet dat ik weet uit mijn hoofd. Ja, het Revolution Deck. Quanta costa? €10,95. Voor een kaartspel een mooie prijs, vind ik. Want ja, er zijn kaartspellen die gaan tot €100, zeg maar. Maar ja. En mag je voor €100 ook meenemen? Ja, dat is dat mag je zelfs, krijg je eentje gratis nog. Ja. Oké. Okay. Doe maar. Ik heb hier één voorspelling. Deze voorspelling gebruik ik al jaren in de winkel. Zo, is dat een vraagteken? Dat zou het moeten zijn. Je kan het heel mooi maken. Dit is ook gewoon een versie die we in de winkel gebruiken. Leg ik. Weet je wat? Ik leg hem ja, hier neer. Het blijft een stukje in beeld. Daar ook. Ja, oké. Okay. Ik heb een aantal stiften meegenomen. Allemaal verschillende sharpies. Allerlei kleurtjes. Zo. Zet ik hier even neer. En ik heb hier een aantal kleurplaten. Verder niks bijzonders. Zet er een Jans erboven, zag ik. Leon. Ik ga me zo meteen omdraaien. En dan mag jij. Ja, weet je wat? Ik draai hem om. Dan komt het wel duidelijk. Je hebt daar 5 stiften staan. Ja. Je mag de eerste stift of een stift eruit pakken. Mm-hmm. Heb je stift gepakt? Ja. Oké. Okay. Nou, die goochelaar heeft kleren aan, gelukkig. Anders moesten we nu al eens een groot blokje in het beeld maken over de dingen heen. En die goochelaar draagt bijvoorbeeld een jas. Ja, mag je die jas mag je voorzien van wat kleur? Is wel een beetje... Ja, dus het hoeft niet super netjes gekleurd te zijn dat je geen wit meer ziet, maar gewoon dat er de kleur in die jas zit, zeg maar. Ja. Heb je dat? Ja, ik doe mijn best. Ik ga hem niet helemaal inkleuren. Nee, dat doen we niet. En binnen de lijntjes is ook een beetje lastig voor mij. Ja, dat deed je een beetje zo. Ja, daarom laat ik jou ook niet dik, want ik kan het helemaal niet. Ja? Heb je gedaan? Ja. Oké, leg de stift opzij, dat we weten dat je die gehad hebt. We pakken voor een stift. Ja? Heb je er eentje? Heb je een stift gepakt? Ja. Oké. Onder die jas draagt die goochelaar een vest. Een giletje. Ja, een vest, een giletje. Die mag je ook in kleuren. Dan maken we netjes een mooie kleurplaat van. Ja. Heb je gedaan? Ja, ik heb mijn best gedaan. Super. Leg de stift opzij. We hebben nog 2-3 stiften als het goed is. Pak nog een stift. Ja. Heb je er eentje? Mm-hmm. Oké. Okay. Je hebt de jas gehad. Je hebt het vest of giletje gehad. Oh, de broek zit daar ook mooi op. Ja, de broek. Kleur je ook wel mooi in. Ja, prachtig. Ja, oké, geen idee. Hoeveel hebben we nog 2 nu, hè?
Ja. Oké. Pak er nog eentje. Wat hebben we... Hoe is er iets nog niet gekleurd? De hoed, strik. Ja, de hoed. Doe de hoed maar. Ja, de hoed? Ja. Proeven we 5 minuten op YouTube. Kleur, een kleurplaat. Ja. Nou, één step nog. Ja. Ben ik even denken wat dan nog niet gekleurd is. Strik denk je dan, hè? Strik, oh ja, dan strik. Strik, ja. Ja. Zo'n klein dingetje dan, volgens mij, maar oké. Okay. Strik. De strik. En dan heb jij alles gehad, toch? Ja, een konijn aan de tafel en zo, die heb ik niet gehad. Maar oh dan ja, 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 we gaan ook om de goochelaar inderdaad. Ja. Ja. Alleen die kijk wel een beetje witjes, maar... Ik zal hem even aan de mensen laten klaar? Zien. Oké, dan ga ik omdraaien. Oké. Mooi! Nou, die leeuw kan kleuren. Ga hem even proberen wat je hier... Bijna binnen de lijntjes hoor. Oh, als je dit wegdenkt zo. Niet. Ja, oké, maar het is netjes. Zeg, dit heb jij zelf gekleurd. Je hebt zelf bepaald welk stiftje dat je zou pakken. Ja. Dit is er uiteindelijk van gekomen, toch? Ja, toch? Ja, dit mooie kunstwerk. Dit mooie kunstwerk. Kunnen we ook nog verloten ook nog. Deze envelop, die lag hier al de hele tijd. Eerlijk. Wij hebben niks afgesproken. Het is niet dat je zegt, van dat we zeggen, ja, ik ga dit doen. Dan zou je die truc niet kunnen verkopen ook. Dus je kunt niet altijd dingen afspreken. In deze envelop, die er bijvoorbeeld uitziet en 100 jaar oud is, zit namelijk één voorspelling. Et voilà, en voor de idee, hartstikke leeg verder. Achterkant staat ook niks, dus doordruk van deze. Blauwe hoed. Zwarte dasje. Rode jas. Geel vest en één groene broek. Dank u. Nou, stel nou voor dat je in een mooi pak zit. Je gaat staan en je doet dan... Je trekt mijn glitterband alles van je af. En je hebt daar onderaan een rode jas, een geel gilet, een groene broek, een zwart stropdasje en je pakt een blauwe hoed. Nou, dit is natuurlijk een... dit is de goochelaar. Zo leveren wij het compleet. Je krijgt een bekerhouder, je krijgt stiften, je krijgt een clipboard, ongeprepareerd trouwens. Je krijgt een hoop kleurplaten, je krijgt echt compleet voorspelling, alles erbij. Maar je bent natuurlijk niet gebonden aan de goochelaar. Je kan ook mensen een, bijvoorbeeld een kubus laten kleuren, weet je wel? Dan maak je een tekening van een kubus. Kan ook, hè? Je kan woorden laten opschrijven in bepaalde kleuren. Dus je bent hier niet aan gebonden, dit is slechts een idee. Nou, nou zijn er zeg niet discussies over. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar wacht eens even. Dit is niet de originele versie. Wacht eens even. Nou komen we even terug en gaan we terug in de tijd. Want, originele versie. Er is, als we terug in de tijd komen, bij een hele oude uitvoering van Anverdi. Anverdi had vroeger een uitvoering van dit. Met stiften. Ja, dan moeten we wat meer daarover gaan vertellen. Weet je wat? Het is wel niet gepland natuurlijk, zoals altijd. Ik ga even lopen. Ik weet niet of je me ziet op de achtergrond. Maar ik ben hier. Ja, jongens, dit was de update. Nee. Het is dat we een winkel hebben, dat we meer spullen hebben. Kijk, even voor het idee. Als je nou denkt... Ja, dat is nep. Dit is een van de basisversies. Stiftenhouder. Even, hè. Dit is mijn dingetje. Waar ik normaal gesproken zou Leon tekenen en ik zou het hier dupliceren. Dus dan leg ik geen voorspelling neer, maar teken ik het na. Dat is wel het verschil erin. Dit is een versie, die verkoopt volgens mij al 15 jaar. Maar Anverdi, nou ja, die heeft toch 60 jaar geleden zo, maakte die al dus een vergelijkbare versie gebaseerd op dit. Dus kreeg je dus dit. Nou, in de loop der jaren is er onder andere, volgens mij Hugo Shelley geweest, zeg ik dat goed? Ja, was Hugo Shelley. Al ben ik voor twee dingen in elkaar aan het gooien. Ja, wellicht gemaakt. Ja, die maakte een versie met, ook met stiften. En die is een stuk duurder. En dan vragen mensen altijd... Hoe kan dat dan? Wat is het verschil? Nou, ik moet wat vertellen over de werkingen van, anders kan ik het niet uitleggen. Je hebt verschillende uitvoeringen. Dit zijn dus allemaal variaties, geen kopieën, zijn variaties op de oude truc van Anverdi. Dus die van Hugh Shelley, van Promestic, dat zorgt volgens mij voor Promestic. Dat is het, niet origineel, maar dat is een hele goede versie. Hun maken gebruik van stiften met het geheim in de stiften. Nou, je krijgt dus 5 geheimen in de stiften. Nou, bij ons
heb je geen 5 geheimen, maar heb je 1 geheim. En het geheim zit in de beker. Dus je betaalt voor 1 geheim in plaats van 5. Dus de prijs is gewoon lager. Wil je meer weten over hoe dat precies zit, wat ik ermee bedoel met het geheim, dan kun je altijd even contact met ons opnemen. We vinden zonde om alles te grabbel te gooien. Maar dit is zeer gemakkelijk te doen, goed te doen. En nogmaals, je ontvangt hem helemaal compleet. Die andere die ik net liet zien, die is trouwens ook gewoon te koop nog. En dat is eigenlijk met vlaggen. En een hele oude eigenlijk, als je voor verzameldingen houdt, is dat echt wel een heel tof ding. Maar je hebt wel 15 jaar. Deze staat echt al lang, ja. Toen die stiften nog dan al die jaren? Daar zorg ik voor. En ik denk dat je gewoon zelfs kunt vervangen door Sharpies. Dat er geen enkel probleem is. Dat we dat kunnen fixen ook. Ja, die kunnen we gewoon door Sharpies. Ik denk dat je gewoon Sharpies kunt gebruiken daarvoor. Ik weet alleen niet hoe die andere heet. Sorry daarvoor. Ik weet even niet. Hij is iets met vlakken. Dus als je op vlakken zou zoeken. Ik zet die onder in beeld natuurlijk. Dat is makkelijker. En die is ook een stuk duurder. Dat je even weet. Deze kost €189. Helemaal compleet met uitgebreide routine. Alles wat je nodig hebt. Super gaaf ding. Grootste podium kan die. Close-up kan die. Overal. Amazing Color Match Deluxe. Oké. Zo, je hebt een mooie close-up mat. Ja. Dat is de Xinyang 3-way mirror. Kost €57,50. Kun je gebruiken als close-up matje. Zijn nou mirror? Ja. Je kunt hem gebruiken om te oefenen. Oh, niet schrikken. Oh, dan zie je alle geheimen hier. Dus in plaats om te filmen, kun je de spiegel mooi voor je neerzetten. En kun je de hoeken bepalen. Dus als je het neerlegt, zeg maar, zie je... Ja. Inderdaad, zie je voor alle toeschouwers. Zie je wat ze aan de zijkanten zien. De voorkant te zien. Dan zie je daar onze geheime kopje staan met alle informatie erop. Dat is niet echt, dat geheime kopje staat er. De dingen die we willen weten. Ja, en je kan inderdaad ook, zo zei je ook, hè, kan je ook als je een mirror zet, kun je hier ook nog mooi even op. Ja, kan ook. En je kan hem als close-up wat gebruiken, groot ja. Of? Klein. Klein. Je kunt hem nog gebruiken om te zonnen. Dat kan allemaal. Ja. Ja, dat kan ook, ja. Ja. Mooi ding. Heb je het over de spiegel of ben je naar jezelf aan het kijken nu? Oh nee, ik heb het over het konijn achter mij. Oh ja, een konijn. Oh, ja. Oké. Okay. Ja, super handig. Super handig. Vaak hebben mensen naar gevraagd. En Leon zegt, dat ding moet ik gewoon verkopen. Bij deze. Als we niet verkopen, verkopen ze even goed nog. Want ik moet er sowieso in hebben. Natuurlijk verkopen die. €57. En 50 cent. 50 cent. Goed gemaakt. Hey, belangrijke dingetjes. Het is geen glas. Het is onbreekbaar. Dus het is niet dat je een keer toevrinkelkinkel. Dus veiligheids. Niet breekbaar veiligheidsglas. Het is ook een beetje flexibel, zeg maar. Dus je moet niet bang zijn dat het breekt. Het is ook niet zwaar. Het weegt ongeveer 240 gram, het hele ding bij elkaar. Dus. Ja. Dus ook dat is goed te doen. Ja, netjes gemaakt, mooi afgewerkt. Daar houden we van. Laatst aan, wat wil je ook nog even zeggen? Nee, laatst was er iemand hier in de winkel. Nee. Die zei, ik zag laatst hier op de televisie. Er was een goochelaar die had een portemonnee. En de portemonnee kon je openmaken en er gebeurde nog niks. Nou, dat kan ik ook nog wel. Ja, maar die zei tegen mij, die goochelaar die pakte die portemonnee, knipte in zijn vingers. Er gebeurde nog niks, wat kan dat nou? Oh ja. Je moest 2 keer knippen, dat was het. Dus die man die zei, ik zag je goochelen op de televisie. Die knipte 2 keer in de vingers. En toen kwamen er bloemen uit de portemonnee. Oh, komen er dan wel helemaal meer uit. Dus die man die zegt tegen mij, hebben jullie die portemonnee van als je goochelen in zijn vingers knipt, dat er van die mooie bloemen uitkomen? Ik zeg, ik zal voor je kijken. Dus ik ben er onder hier aan het magazijn. Ik heb die portemonnee gepakt. Ik zeg, bedoel je deze waar je 2 keer in je vingers knipt en de portemonnee erop en waar die bloemetjes uitkomen? Ja, die wou ik graag hebben, dus... Ja, die ligt ook al een hele bak vol, al jaren. Nooit laten zien. Ook even sneller bijgepakt. Flower Wallet. Ja. Flower Wallet. Compleet met bloemen en wallet. Tientje. €10. Je hoeft ze geen water te geven? Nee. Dus dat is ook fijn. Vooral niet zelfs. Je moet vooral geen water geven. Simpel ding. Ik bedoel, het is geen mega super deluxe uitvoering. Maar het werkt gewoon prima. Flower Wallet. Ja. Dan zitten we met onze bloemen.
1, 2. Nou, kijk wat jullie kwaad. Dat is te laat. Oh. Nee, joh, grapje. Oké. Okay. Ja. Hey, we vliegen er wel doorheen zo. De wonen. Flower Wallet, die kost trouwens. 10 euro. Nou, wou ik ook nog even zeggen. iBalance hebben we een hele tijd geleden ook gehad. Die waren zo de deur uit, die hebben we weer binnen. 35 euro. Je leent van iemand de telefoon. Ja, ik kan hem bovendien ook zien. Ja. Je leent van iemand de telefoon. Je legt hem op je hand. Dan zeg je, kijk, ik laat hem even balanceren. Je haalt de hand weg. En hij blijft zweven. Volgens mij hebben we dat al een keer gedaan in de update, dus... Ja, hebben we ook gedaan inderdaad. Heb je een telefoon? Toevallig? Nee, heb ik niet bij. Ook niet bij. Oké. De mijne zit helemaal in een hoesje en ik weet niet of ik dit ding eruit krijg. Slechte vorm. Ik zou het later niet zien, maar we hebben al een keer gedaan, zei ik. Komt zelfs nog met een DVD. Wat zeg je? Het komt zelfs nog met een DVD. Compleet dingetje bij. Dit is mijn telefoon. Check even. Niet schrikken. Allemaal berichten. Oh, wie is dat? Oh, oh, wie is dat? Oh, 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 oh. Snel, snel uit. Christa. Wat zei je nou? Christa, wie is dat? Je hebt een telefoon. Die leg je op je vingers. En dan heb je bijvoorbeeld dit. En het mooie is, je pakt hem vast en je geeft hem gewoon uit handen. Check maar. Dankjewel. Ja, hallo, Christa. Ja. Ja, ik zal het doorgeven. Ja. Ik weet niet wat, maar... Het zal wel. iBalance. 35 euro. 35 euro met DVD. Leuk ding. Ja, absoluut. Een televisie voor op straat. Close-up. Ja, als je denkt, moet je gewoon bij je dragen. Het past in elke portemonnee, zeg maar, het geheim. Het kan met elke telefoon. Ja. Sommige telefoons kun je ook gewoon in het hoesje laten zitten. Had je ook dan, vindt het een beetje raar uit, en hangt er zo'n flap hangt er dan aan, zeg maar. Ik zou de telefoon wel uit het hoesje halen, ja. Ja, is mooi. Beter ook, beter ook. En nog iets, er was een oude gimmick. Die ging wel eens, hoe zeg ik dat netjes, ja? Kapot. En dit is de nieuwe versie. Dus die is degelijker. Die gaat niet kapot als het goed is. Of je moet heel raar doen, dan... Ja. Ja, tof ding. Inderdaad, de eerste partij was inderdaad... Weg waren ze. En we hebben ze weer. Ja. Oké. Okay. De niet geplande iBalance die toch in de update zit. Volgens mij zijn we nog bijna klaar. Sorry. Ik heb hier... Een mapje. Een mapje. Met... Een speelkaart. Een euro en 50 cent. Ik zal even een munt eruit halen, dat mag je natuurlijk niet zien. Dat mag ik ook niet kijken, neem ik aan dat je die mag zien. Nee, die mag je niet zien, nee. Zo. Nou, ik had dus een euro en 50 cent, maar soms heb ik liever de euro en dan tik ik er gewoon een keer op. En dan zie je dat we hier de euro hebben en de 50 cent zit weer mooi in het zakje. En als je wil, zou je eventueel nog alles uit handen kunnen geven. En dat mag is ik de... Het? Little Tender Euro. Little Tender. 35 euro. Oké. Okay. Ja. Bijzonder. En de kaart is verder ook. De kaart is verder ook. Ja. Oké. Okay. Leuk. Leuk dingetje. Leuk. Maar je kan er nog meer routines mee. Ja. En dat voor de prijs van 35 euro. We hebben hem ook in de Amerikaanse uitvoering. $0.50 en penny, mocht je dat leuk vinden. Volgens mij is hij dan is iets goedkoper nog. Dat komt op euromunten gewoon niet zo massaal gemaakt worden, maar duur zijn in bewerking. Leuk. Leuk. Ik heb nog iets. Wacht even. Nou, zo goed zijn voorbereid. Sterker nog, we zijn zo goed voorbereid. Dat even opnieuw doen. Nee. Je hebt een setje kaarten, die hou je nou eens weer eruit. En dit zijn de vier aas. Ik zal het laten zien. Je hebt de schoppen aas, je hebt de ruiten aas, je hebt de klaver aas en de hart aas. Leon. Je kunt geld verdienen. Maar je kunt ook geld verliezen. Als jij ziet hoe ik de kaarten omdraai, één voor één, krijg je van mij telkens een euro. Als je het niet ziet, moet je een euro betalen. Deal? Heb je gezien? Ja, ik heb gezien. Ja, dat is een euro. Oké, een euro. Wat heb je gedaan dan? Niks. Niks, kijk. Maar toch heeft de eerste aas, in dit geval, de schoppen aas, zich omgedraaid, zie.
Heb je gezien? Nee, niet gezien. Oh, nee. Dat is vreemd. Want nu heeft namelijk de klaveraas zich omgedraaid, zie. Heb je gezien? Nee, dat dacht ik al. Oh, de ruiten. Nu heeft namelijk de ruiteraas zich omgedraaid. Hij heb ook niet gezien, maar dat dacht ik dan. Heb je gezien? Nee, dat dacht ik al. Want nu heeft namelijk de hartaas zich helemaal omgedraaid, zie. Hé, maar wacht eens even. Let op. Ik geef jou een kans om je geld terug te verdienen. Als jij ziet hoe ik de aas terugkrijg, de harte aas tussen die andere aasen, is je schuld weg. Als je het niet ziet, moet je dubbele betalen. Heb je gezien? Nee, ja, dacht ik al. Want de kaart is hier verdwenen. En als je hier bekijkt, hebben we hier de klaveren, harten, ruiten en schoppen. Maar geen paniek. Ik weet dat je nooit contant geld bij hebt. Je kan bij ons betalen met Mastercard. Je kan ons betalen met Visa kaart. Je kan bij ons betalen met American Express. Of als het echt niet anders kan, kun je altijd nog pinnen. Doe maar even pennen dan. Pennen? Oké, doe je meteen even. Dit is Time to Pay. Time to Pay, nou verkopen eigenlijk ook al, nee, zeg verkeerd, verkochten we jaren geleden al echt heel veel. In de tijd maakte Card Shark ze nog voor ons. Steeds opnieuw. Maar Card Shark, het is te veel werk en hij is ermee gestopt om die truc voor ons te maken. Dus we hebben hem een paar jaar niet gehad. Totdat... iemand aan en zei, ik kan die truc voor jullie maken. Ik zeg, serieus? Ja, zegt hij. Nou, maak maar. Nou, die heeft het gewoon heel mooi gemaakt. Degene die het weet, die het gedaan heeft, die weet ook, dus nogmaals bedankt. Die voelt zich waarschijnlijk nu aangesproken. Superleuke truc. Helemaal niet duur. €13,95. Inclusief instructievideo krijg je erbij. Een online video dus waarop je deze truc leert. Moeilijkheidsgraad. Nou, op schaal van een 100 tot 100, is het niet moeilijk. Ja, 5 zeg maar. Dat is heel makkelijk. Er zit 1 handeling in die zich steeds herhaalt. Maar die is ook niet moeilijk, want in principe werkt die vanzelf als je doet wat je moet doen. Dus het is geen ingewikkelde moves. Nou, die laatste kaart die verdwijnt en terugkomt. Daarvoor heb je een aantal opties. De originele routine die zegt, stop die laatste aas in je zak. En dan komt hij weer terug tussen de kaarten. Nou, dat kan. Persoonlijk vind ik dat niet zo sterk. Waarom? Omdat mensen dan zeggen... Ja, en wat zit er in je zak? En dan moet je zeggen, niks. Laten we even kijken wat in je zak zit. Ja, er zit niks. Oh, checken. Oké. Okay. Ja, zie je wel. Je had er 2 of zo. Wat krijg je dan? Nou, dat vind ik minder. Ik raad nu eventjes op omdat ik even wat wil vertellen over die wallet. Daarom gebruikten wij altijd deze wallet. Nou, ik ga ook uitleggen wat het is. Het is een mini-switch. Het is een mini-switch Himber. Dat wil zeggen, het is een portefeuille waarmee je dingen kunt switchen. Goh, daarom die naam. Stel, je hebt een kaart. Dit staat trouwens de rugzijde van de kaart. Dynamite Magic. Mooi ontworp ook. Stel, je stopt hier iets in. Maakt het dicht. Bla 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 bla. Maakt het weer open. En het is weg. Dat is het idee van deze wallet. Wat is er nog meer leuk aan deze wallet? Nou, hier zit toevallig nu een visitekaartje in. Maar er zitten routines bij. Ik ga even resetten. Ik ga het eruit halen. De kaart even eruit halen. Visitekaartje haal ik ook even uit. Maar je kan... ik zal er geen hele routine meer laten zien. Maar de wallet is zo gemaakt dat als je bijvoorbeeld... Het is een harde aas. Hier een kaart in zou steken tijdens een routine... bla bla bla, maak je open. Kun je diezelfde kaart kun je hier uit een ritsvak halen. Of omgekeerd kun je hier iets instoppen en dan kun je aan de andere kant uit het gewone vak halen. Er zitten ook allerlei extra's bij. Nou, dat hoef je er niet bij te gebruiken, maar ik vind het wel sterker. En als je je kaart hierin bewaart, dat had ik bijna niet gedaan, maar je krijgt ze in zo'n een klein mapje. Dan is het nog mooier, dan begin je daarmee. Je stopt de kaart erin, die verdwijnt eruit. En op het eind stop je terug erin. En je bent meteen eigenlijk zelfs gereset als je het netje doet. Dus, Time to Pay. Kost €13,95, compleet met alle kaarten. En de mini switch, optioneel. €25. Goed gemaakt leer. Heel mooi. Mooi afgewerkt, blauwe stof. Gemaakt door Heinz Menten. Nou ja, verkocht door Heinz Menten. Hij maakt ze niet zelf. Maar hij heeft zijn eigen mensen daarvoor die dat maken. Heel mooi. Verkoop al jaren. Ook al veel degelijk gemaakt. Zeker een aanrader. Dus. Mooi.
Dan zijn we gewoon door alles heen al. Niet normaal. Hey, maar afgelopen week ik was een hoofdloop, Dutch Festival of Magic. Ik heb daar, ja, dat was een leuk festival. Ik moet altijd congres zeggen, voor je heet het congres. Waren niet super druk was het, maar ik moet zeggen, zeker de eerste dag ook, heel veel kids gezien. Die we normaal niet op zo'n dagen zien, dankzij de speciale meet and greet dag. En jongen, dat was even druk hoor. Ik stond natuurlijk alleen op de stand, maar dat was echt niet normaal. Dus iedereen die daar geweest was, super bedankt dat jullie er waren. Want we hebben een heel goed festival gehad, 3 dagen lang. Goed verkocht ook, ben ik heel blij ook om. Want het is de laatste tijd niet dat je zegt mega druk in alle goochelwinkels. Dus heel mooi. En we hopen dat jullie alle dagen die nog gaan komen, want er komen er in België en Nederland komen nog meer van dit soort dagen. Kom daar gewoon naartoe, want je zult merken dat als je op deze dag bent geweest, of op alle 3 dagen, dat hoe leuk het is om anderen te ontmoeten, hoe leuk het is om bekende goochelaars te ontmoeten. Je zult merken dat zelfs bekende goochelaars jou tips geven, soms zelfs misschien al trucjes leren. Je gaat naar een lezing waarbij je gewoon Shin Lim of weet ik wie, of Robin de Mio, allemaal mensen van die je normaal op tv of op YouTube ziet, gewoon ja, live aan het werk ziet en die jou dingen leren. Dus, en het, ja, vroeger, ja, ik ben ook oud, vroeger ging gewoon iedereen automatisch naar zo'n dagen. Er waren ze gewoon, er werd de goocheldag werd gepland, boom. Het Nederlands Nationaal Congres was het toen, dat is in 3, 4, 5 juni. Nou, en als jij bij de lid was van de NMU, dus de Nederlandse Magische Unie, dan ging jij gewoon automatisch daar naartoe. Zei je niet, wacht eens even, dat was het programma. En tegenwoordig, omdat mensen al heel veel gezien hebben op YouTube, denken ze, ja, nee, dat heb ik allemaal gezien. Zo'n festival ga ik alleen maar naartoe als er iets is wat echt de moeite waard is. Maar ja, goed, nogmaals, de mensen die daar heel lang meedraaien en daar altijd komen, weten gewoon dat het eigenlijk super gezellig is, super leuk is. En natuurlijk kost het geld, maar laten we even duidelijk zijn, dat geld is, wordt niet gevraagd om jou te tillen of om geld, jouw geld handig te maken. Al het geld gaat echt in het festival, want je wil niet weten wat het kost om artiesten te organiseren, een locatie te boeken, faciliteiten, alles eromheen, het is gewoon een heel duur iets. En uiteraard is het zo, hoe meer mensen komen, hoe goedkoper dat uiteindelijk die prijzen gaan worden. Dus het gaat natuurlijk niet in 1 jaar. Het is niet zo dat er nu heel veel mensen waren gekomen dat de prijs lager was geweest. Maar stel dat er nu heel veel mensen waren gekomen, dan hadden ze volgend jaar kunnen zeggen, goh, we gokken weer op zoveel mensen, we kunnen de prijs verlagen, want het gaat beter met de goocheldagen. Maar we zien dat goocheldagen, ja, toch het aantal bezoekers wel afnemen. En je ziet het aantal goocheldagen ook minder worden. Zo onze Dynamite Day hadden we gepland op 7 oktober. Dat heeft ook te maken met de locatie. Maar we hebben gewoon besloten dat dit jaar Dynamite Day niet doorgaat. Omdat we de laatste editie ook gewoon te weinig bezoekers hadden. Maar we hebben wel een lezing op 7 oktober. Ja. Van Joshua J. Juist. Hoe laat? Dat weet ik even niet. 8 uur? 2 uur. 2 uur? 2 uur, middags. Ja. Ja, die hadden we dus geboekt als headliner voor Dynamite Day 7 oktober, zaterdag. Maar omdat die hele dag gewoon niet doorgaat, we hebben het risico te groot vinden. En de locatie is een combinatie ervan. Hebben we gezegd, helaas, we gaan Dynamite Day niet doen. Joshua J. komt inderdaad wel. Wereldster. Als je mij vraagt, een van de beste goochelaars die rondlopen. Een van de meest commerciële goochelaars die goed nadenkt over dingen. En die ook nog eens dingen leert die je echt gewoon zelf ook kunt doen. Dus geen super manipulator, maar hij is gewoon heel goed in alles wat hij doet. Out of Sight is bijvoorbeeld van hem. Dat is Fadoche, we geven nu de naam nu van. Ja, Inferno. Ja, hij heeft gewoon Prism Deck. Hij heeft hele mooie dingen gewoon. Dus wat ik je wil vragen is, steun niet alleen de goochelwinkels, maar steun gewoon de mensen die dit soort evenementen organiseren. Want het is gewoon niet te vergelijken als je zo'n dag of evenement bezoekt met dat je op YouTube kijkt hoe niks verkeerd, het jongetje aan de overkant van de straat uitlegt hoe een move werkt. En misschien wel verkeerd, waardoor je iets compleet verkeerd aanleert. Er zijn gewoon zo'n mooie kansen tegenwoordig om echt van de grote meesters zelf dingen te leren. Ik ben daarbij. Maar genoeg daarover. Want wij gaan stoppen. Het was weer een rommelige, niet zo goed voorbereide update. Ik ben de schuldige. Maar we wilden hem wel in ieder geval opnemen. Want anders zaten we er tegenaan te kijken. Ja, gaan we het wel of niet redden? We wilden in ieder geval een update doen. Je hebt een 8-tal dingetjes gezien. Dus ik denk dat het wel in ieder geval wel genoeg is. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende. Ik vind het ook.
Hoi.